wat vindt u ervan dat we weer mondkapjes moeten gaan dragen? Ik denk dat het een goede maatregel is om te proberen de gevolgen van de epidemie wat binnen de perken te houden. Weet u dat het voldoende is, mondkapjes dragen? Ja, ja, ik ben geen arts, ik ben geen deskundige, dus ik weet het niet. Wat wil je als het zo is dat er steeds meer mensen ziek worden en dat de zorg het niet aan kan om ze allemaal adequaat te verplegen, dan moet je wat. Maar ik ben bang dat we nog wel een jaartje door discussiëren over deze zaak. Man. Het kan niet anders. Het kan niet anders. Ja. Ja. Welke maatregelen denk ik? Ik denk dat we gewoon proberen een beetje de normale samenleving weer op moeten pakken. En iedereen rekening houden met elkaar. En dan hopen dat we allemaal weer komen. Vroeger waren we nog griep en nu is het corona. Over de mondkapjes, die zijn weer verplicht. Wat vindt u daarvan? De reinste onzin. Want? Volgens mij is er nog geen gedegen onderzoek geweest dat die dingen werken. Dus je kunt beter regels inzetten die, waarvan bewezen is dat ze werken in plaats. Die afstand. Afstand. Is iedereen het over eens dat werkt? Dus handhaaf daar meer op. Denkt u dat we nog lang met het coronavirus zitten opgeschreven? Ik denk niet dat we er weer vanaf komen. We moeten er weer leren leven. Blijft. Ja, dat denk ik wel, ja. Dus daarom is het misschien ook goed dat er ingezet wordt op de zorg en dat het uitgebreid wordt. De laatste 2 jaar is daar volgens mij weinig aan gebeurd. Hoe denk je over de mondkapjes? Ja, ik denk hetzelfde als hij. Ja, ik vind ook, het is bewezen eigenlijk al door andere artsen dat het niet werkt. Dus waarom gaan wij, al is het een sok of een onderbroek wat je voor je mond doet. Dat is dus de mondkapjesplicht. Nou ja, goed. En op zich, daar vind ik... Ben ik de mondkapjes worden weer verplicht. Wat vindt u daarvan? Ja. Prima. En waarom vindt u dat zo goed? Ben ik helemaal voor. Voor besmettingen tegen te gaan vind ik prima. Laat het maar doen. Ja, na anderhalve meter ook. Ja, laat me maar voorzichtig zijn. Want we zijn anders... De mondkapjes worden weer verplicht. Wat vindt u daarvan? Heel jammer. Heel jammer. Ik vind het een beetje een straf voor de mensen. Ik ben gevaccineerd. En ik heb mensen die niet ziek zijn, ongevaccineerd zijn. En dan vind ik, dan word ik gestraft. Ik denk wel hard. Voor mensen die niet gevaccineerd willen worden. En ik snap ik wel, uit geloofsovertuiging of inderdaad. Maar ja, ik zit een beetje dubbel in. Ik begrijp het wel, maar aan de ene kant vind ik het ook wel jammer. Denk je dat de maatregel van de mondkapjes afdoende is? Nee. Ik vind het wel oké in de winkel, maar er moet meer gedaan worden. Aan welke maatregelen denkt u dan? Verplicht vaccineren, maar dat gaat niet. Er is vrijheid in dit land, hè? Ja, iedereen heeft zijn eigen mening. Daar ben ik het mee eens. Ik vind als je eenmaal gevaccineerd bent, heb je ook alle vrijheid. Dat mag je, ja, kun je en als je niet gevaccineerd bent en je houdt voldoende afstand en je laat je regelmatig testen, dan is het toch ook goed? Dat ben ik met u eens, als we dat doen. De mondkapjes worden weer verplicht. Wat vindt u daarvan? Ik weet niet of het heel veel helpt, maar ik denk altijd maar alle puntjes helpen. Dus alles proberen om... De mondkapjes, wat vindt u daarvan? Ik denk dat er een goed signaal van uitgaat, dus ik snap het. Ja. Er is natuurlijk een hele discussie over gaande. En daar heb ik wel mijn gedachten over. Natuurlijk heb ik liever ook geen mondkap over, maar ik denk dat het goed is wat betreft het signaal dat er gaat. Want corona is nog niet weg. Denk je dat het dragen van een mondkapje afdoende is? Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik denk de anderhalf meter, dat heel erg belangrijk is. En vaccinatie natuurlijk. Vindt u van het verplicht dragen van de mondkapjes? Dat is een beetje raar natuurlijk, nu de vaccinaties allemaal rond zijn en mensen allemaal gevaccineerd zijn. Vraag ik mij soms af, waar is het nog voor nodig? Maar goed, degenen die het niet hebben laten zetten, de inenting, die kunnen wel nog ziek worden. Dus ik denk dat we voor hun nog wel even moeten opnemen. Denkt u dat de mondkapjes voldoende helpen?
Ik denk wel dat het bescherming biedt, maar ik denk toch dat iedereen zich wel moet gaan vaccineren. Dat wel het belangrijkste is voor 98% heb ik vernomen. En de mensen die zich niet laten vaccineren, dat die toch weer een beetje bij de arm genomen worden door anderen, zodat ze ook gaan. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat je kijkt wie in je omgeving bijvoorbeeld niet mee wil doen. En dan dat je probeert die mensen toch te overtuigen om het wel te laten zetten. En gaat u zelf een mondkapje dragen? Als het weer verplicht wordt. Wat vindt u van het verplicht dragen van de mondkapjes? Vind ik prima. Ik vind het heel erg jammer, want ik was zo blij dat we weer in deze fase beland waren. Lekker aan mijn ding doen en naar de film en een keer op vakantie. Nou, laat het maar doen. Ik wil graag de derde prik. Dus ik vind het... Denk je dat de maatregel afdoende is? Ze moeten toch controleren in de horeca.